Welkom in Verrassend Sint Oederode, deel 1. Sint Oederode is genoemd naar Sint Oda, de heilige Oda. Prinses Oda uit Ierland of Schotland, daar zijn de geleerden het niet over eens, was een koningsdochter die niet in het huwelijk wilde treden. Zij vluchtte naar de Brabant Gouw, waar ze zich na een aantal omzwervingen vestigde in het latere Sint Oederode, als kluizenaar, waar ze in 762 overleed. Anno nu is Sint Oederode een heel aardig historisch plaatsje aan de rivier de Dommel. Eigenlijk heel compleet en heel compact, met een grote kerk, een marktplein, veel historische gebouwen, waaronder 39 rijksmonumenten, kunst in de openbare ruimte, moderne urban villa's, industrie uit heden en verleden, geboorteplaats van de bij velen nog steeds geliefde bisschop Bekkers. Er is zelfs een parkeerzone. Laten we maar eens gaan rondlopen in dit mooie en boeiende plaatsje. We beginnen bescheiden. Deze stadspomp werd in 1875 hier neergezet. In 2011 werd de pomp gerenoveerd. Om beschadiging door auto's te voorkomen, wordt de pomp beschermd door twee flinke stootstenen. De pomp staat voor het vroegere Sint Paulus Gasthuis. Het Sint Paulus Gasthuis, voor 1435 gesticht door Jan de Swert en zijn vrouw Jutte van Erp, werd tot 1972 bewoond door arme en alleenstaande vrouwen. Sinds de 18e eeuw is het gasthuis in bezit van de gemeente. Tegenwoordig zijn de plaatselijke VVV en het Museum van Brabantse Mutsen en Poffers er gevestigd. Het heeft de status van Rijksmonument. Op de binnenplaats staan de grafkruisjes van Bert en Leentje, die hier van 1945 tot 1955 woonden. Hun stoffelijke resten rusten op het kerkhof achter de Martinuskerk. Brasserie Het Zusje is in 1988 herbouwd naar een foto uit 1906. Het oorspronkelijke gebouw werd in 1771 gebouwd. Het pand waarin nu restaurant Wollerig in zit, is op het eind van de 19e eeuw gebouwd door Jos Wijnen. Dit soort doorgangen was vroeger bestemd om naar het achterliggende gebied en de Dommel te komen, waar vaak een gemeenschappelijke bleek lag, waar het wasgoed in de zon gebleekt kon worden. Ook bij het pand Markt 32 is nog een restant van zo'n oude doorgang te herkennen. De poort met gemetselde boog is nog aanwezig. Het pand van restaurant Creta stamt uit 1614. Vroeger was aan de gevel van de apotheek vaak een gaper opgehangen als uithangbord om klanten te trekken. Boven de deur van de theatergist hangt nu een moderne grote gaper, gemaakt door beeldsnijder Theo Sonnemans uit Sint Oederode. De Sint-Martinuskerk verving een gelijknamige kerk uit 1808, die in 1912 werd gesloopt. De kerk is gebouwd in neogotische stijl en werd in de huidige vorm voltooid in 1915. Er waren plannen voor een grotere toren, maar dat is er niet van gekomen. Het werd uiteindelijk een kleintje. Voor de kerk staat een standbeeld van bisschop Bekkers. De in 1908 in Sint Oederode geboren monseigneur Bekkers was van 1960 tot zijn overlijden in 1966 bisschop van Den Bosch. Hij was van huis uit een eenvoudige, vrome boerenzoon die er modernistische opvattingen in verschillende morele kwesties op nahield. Zo vond Bekkers dat gelovigen zelf moesten beslissen over het gebruik van de anticonceptiepil. En zo'n uitspraak van een bisschop was, zeker in 1963, vloeken in de kerk. Zijn relatie met kardinaal Amfrik was gespannen. Het waren tegenpolen. Maar toen Bekkers in 1966
ongeneeslijk ziek werd, hebben ze zich op zijn ziekbed met elkaar verzoend. Aan het einde van zijn leven was Beckers een populair en geliefd bisschop met landelijke bekendheid. Zoals gezegd, hij overleed in 1966. Duizenden langs de kant van de weg deden hem uitgeleiden toen hij in zijn geboortedorp Sint-Oederode werd begraven, achter de Sint-Martinuskerk, waar zijn graf een prominente plaats inneemt. De pastorie was sinds 1810 inderdaad in gebruik als pastorie, later parochiecentrum. Nu is het een modehuis annex brasserie. Als je wilt, kun je hier dus een high tea combineren met exclusieve damesmode. Een verrassende combinatie die niet heel vaak zal voorkomen. Zo zie je maar weer, Sint-Oederode verras je. Het Sint-Martinushuis is een neogotisch parochiehuis uit 1904. Nu biedt het onderdak aan de bibliotheek en de apotheek. Voor het Martinushuis staat sinds 25 jaar een beeld van beeldhouster Fioen Blesse, voorstellende een danseres met tamboerijn. Blesse ziet een marktplein als een plek waar heden en verleden samenkomen, waar al eeuwenlang activiteiten plaatsvinden. Voor haar danseres liet zij zich inspireren door Tunesische vrouwen die al eeuwenlang dansen op traditionele muziek. De combinatie van een danseres en een markt sprak haar erg aan. De Gouden Leeuw maakt deel uit van de rijke historie van Sint-Oederode. Het pand oogt oud, maar is nieuw. Ooit was hij de woning van de eerste echte burgemeester van Sint-Oederode, Jan van Homberg. Hij was burgemeester van 1813 tot 1833. Later werd het pand een hotel-restaurant en de laatste bestemming was een café. Tijdens de sloop van het oude pand zijn zoveel mogelijk oude materialen, zoals stenen en ornamenten, bewaard gebleven. Deze materialen zijn in de nieuwbouw zichtbaar teruggekomen. Aan de zijkant van het gebouw is de karakteristieke toegangspoort behouden. Heel vroeger was dit overigens ook een van de doorgangen naar de Dommeloever. Door gebruik te maken van authentieke elementen, zoals de smeedijzeren hekjes voor de ramen en de grote overstekken, wordt het verleden en het heden in dit moderne pand met elkaar verbonden. De panden Markt 6 en 8 zijn rijksmonumenten. Het riante pand op nummer 8 is een vroegere burgemeesterswoning. Let eens op de details zoals de schoenschraper, de geringde leeuwenkoppen, de smeedijzeren lantaarn. En let bij nummer 6 op, de ramen en deuren in empirestijl. Empirestijl is vernoemd naar keizer Napoleon Bonaparte, die een groot liefhebber en promotor van deze keizerlijke stijl was. Het hoofdgebouw van het pand Markt 2 is een typisch voorbeeld van stadsarchitectuur waar alle aandacht uitgaat naar de voorgevel. Het naastgelegen koetshuis daarentegen heeft de kenmerken van Timmermans CQ ambachtelijke architectuur. Het pand was van 1863 tot 1881 dokterswoning, daarna raadhuis en nog later vond gemeentewerken hier onderdak. Van 1881 tot 1902 was een gedeelte van het raadhuis ook post- en telegraafkantoor. In de zijgevel zijn enkele gedenkstenen aangebracht. Het koetshuis diende als waaggebouw, arrestantenlokaal en bergplaats voor de brandspuit. Nu zit er een Italiaans specialiteitenrestaurant in, Osteria. Voor het oude raadhuis staat een bronzen beeldje, het paard. Eind 19e eeuw heeft Pieter van der Hagen dit pand op Markt 9 laten bouwen. Het woonhuis verenigt verschillende bouwstijlen in zich. Dat heet eclectisch.
In 1902 verhuisde het post- en telegraafkantoor van het oude raadhuis naar een eigen onderkomen in dit pand.